Welkom bij Bla Bla Bla. Vandaag gaan we het hebben over eenzaamheid. Bij mij aan tafel zit Inge. Ze weet heel veel over eenzaamheid. Hallo Inge. Hallo Gea. Waarom is er iemand eenzaam? Ja, vaak heeft het te maken met dat je je alleen voelt. Dus dat je het gevoel hebt dat, nou ja, dat misschien de ander je niet ziet. Dat je je wat somber voelt. En dat kan ook verdrietig voelen. Of boos. En mensen vinden het fijn om gezien te worden. Mm-hmm. Dus en als je niet zo makkelijk contact maakt met andere mensen. Hè, jij kan makkelijk, denk ik, contact maken. Ja. Zoals ik jou ervaar. Ja. Maar als je dat wat minder kan. Omdat je anders in elkaar steekt. Of dat niet zo hebt geleerd. Of het een beetje spannend vindt. Dan is het ook moeilijk om. Van hoe ga je dan een ander ook vertellen van, goh, ik zou graag wat aandacht willen of iets gezelligs willen doen. Of, Dus daar heeft het wel mee te maken. En in coronatijd was het ook moeilijk. Ja. Tenminste, toen ik thuis kwam zitten met corona, toen voelde ik me ook heel erg eenzaam. Ja, nou dat is mooi dat je dat zegt. Want ook al ben je dus in principe iemand die dus makkelijk contact maakt, dan nog kan je eenzaam voelen. Want als je je niet iemand kan bezoeken door corona bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hoe ga je dan je tijd of vul je dan je tijd in terwijl je normaal graag met iemand spreekt of iets gezelligs doet of samen muziek luistert? Dus dat is een mooi voorbeeld wat je noemt. Maar wat kun je dan doen als je eenzaam bent? Belangrijk is toch te kijken van hoe je wel met iemand of een bepaalde manier contact kan maken. Ook is het wel belangrijk dat begeleiders goed jou kennen, zodat ze wel aan jou kunnen zien of het wel goed met je gaat. Mm-hmm. Want ja, de een kan het dus makkelijker aangeven dan de ander. Ja. Heb jij dat kunnen? Ja, als je ziek bent, dan komen vaak geen begeleiders natuurlijk. Maar hoe zien ze dat dan? Hoe zien ze het dan? Ja, dan is het met elkaar zoeken. Je bedoelt als je corona hebt en er mag geen begeleider bij je. Of andere ziektes. Ja, dat is ook ingewikkeld. Dus dan, gelukkig hebben we nu een mobiele telefoon en dat je kan facetimen. Daarmee is natuurlijk wel gelukkig meer nog contact dat je kan houden met iemand. Mm-hmm. Maar, toch kijken van op wat voor manier kan je je tijd door te schrijven of muziek te luisteren of muziek te maken of te zingen. Toch ergens, en dat is het moeilijke eraan, want dat kan ik nu wel zeggen. Maar als je zo voelt, heb je daar misschien helemaal geen zin in. Ja, ik voel me heel eenzaam tijdens coronatijd natuurlijk. Maar toen heb ik wel sommige mensen kennen het misschien niet, maar via streams gekeken of naar Discord met mensen gepraat en zo. Oh ja. Dus dat was wel, sindsdien is dat mijn ding, zeg maar, heel erg. Oké. Okay. Dus Dus door corona kom je ook nieuwe dingen tegen die je eigenlijk nu nog steeds doet. Ja. Dus het brengt je uiteindelijk misschien niet. Maar op het moment zelf kan je behoorlijk alleen voelen. Dat is natuurlijk heel verdrietig. Maar hoe help jij iemand met eenzaamheid? Nou, als we zien dat iemand eenzaam is, dan kijken we goed van op wat voor manier kan deze persoon toch geholpen worden. Dat er contact is. Want vaak eenzaamheid heeft te maken met de behoefte aan contact, wat er dan niet is. Mm-hmm. En dan met elkaar kijken op wat voor manier dat wel kan. Maar ja, het is gewoon lastig. Dus het is belangrijk vooral, denk ik, dat de begeleider goed ziet wie jij bent, wat je nodig hebt en waardoor jij je weer wat prettiger kan voelen. Mm-hmm. En met kerst is het natuurlijk ook heel ingewikkeld, want dan zie je die mooie reclames met families, grote tafels, lekker eten. Ja. Want het gaat natuurlijk ook om eenzaamheid dat je juist geen familie hebt misschien. Ja, precies. En dat is heel confronterend als je dan die reclames gezelligheid voorbij ziet komen. Mm-hmm. Terwijl jij denkt, ik ben alleen. Dat voelt dan extra eenzaam. Zeker. Ja.
Dus het is heel ingewikkeld. En ik denk dat er wel wat meer over gesproken mag worden. Want we hebben dat onvoldoende in beeld. Misschien is dat een moeilijk woord. Maar dat het wel meer gezien mag worden. Mm-hmm. Ja. Want je kan je ook eenzaam voelen op een hele drukke verjaardag. Mm-hmm. Omdat je geen aansluiting hebt met de anderen. Andere, ja. Dat je je toch een beetje anders voelt. Of mm-hmm. dat je, nou ja, je komt wel, maar iedereen zit gezellig met elkaar te kletsen, maar daar zit je bij. Ja. En dat kan ook al heel eenzaam voelen. Dus het over praten en het gevoel. Heb jij je wel eens eenzaam gevoeld? Ja, zeker. Ja, ik heb ook nadat mijn hart was gebroken, ik was heel verliefd. Dan voel je ook heel alleen. Ja, ja. En dan had ik zo het gevoel dat ik geamputeerd was, weet je wel. Dat je een soort van been was verloren, omdat je zo samen was. En dan is het echt. Ja. En ik heb het ook wel. Aan de ene kant wil ik wel samen zijn met iemand. Maar aan de andere kant wil ik ook zeg maar wel graag dat zeg maar alleen zijn. Soms heb ik dat en soms heb ik dat. Ja. Dus dat is voor mij best wel lastig om dan. Dat je ene keer wel samen wil zijn en de andere keer niet. Ja, ja. Ja, daarom heb ik nu een latrelatie. Om inderdaad een stukje op jezelf, want dat ben ik ook heel erg gewend. Maar samen vind ik ook fijn. Mm-hmm. En op die manier is het goed om voor jezelf ook te kijken van wat werkt voor mij goed. Maar wat is dan een latrelatie? Oh, goede vraag. Living apart together, dus dat je wel verkering hebt, maar je woont niet samen. Maar je zegt wel, wij houden van elkaar en we zijn met elkaar, maar we doen niet alles samen. En dus ik zie hem 2 keer in de week. Dat vind ik al veel. Ja, dat kan je ook voor kiezen, ja. 1 keer in de 2 weken. Ja. Het is maar net, het is zoeken van wat voor jou werkt. Ja. En, maar goed, dus een relatie kan je eenzaamheid misschien wel verminderen, maar het blijft goed om. Je kan je dan nog alleen voelen. En dat alleen voelen, ja, dan is het ook met elkaar kijken van hoe kan je dan toch plezier ergens aan beleven. Zodat je en wat aandacht krijgt of hobby of iets van activiteit. Zodat je wel onder de mensen blijft of in ieder geval wat plezier hebt. Mm-hmm. Want het leven is toch ook wel heel leuk. Nou, ik ben heel erg, toch? Ik ben heel erg veel te weten gekomen over jou ook, maar ook over eenzaamheid. En ik wil je graag bedanken voor dit interview. Hartstikke goed. Jij bedankt. Ik ga nu praten met Hendrianne. Zij woont in Bennekom. Hallo Hendrianne. Fijn dat je er bent. Ja. Je praat wat moeilijker, dus ik ga proberen je antwoorden te herhalen. Daar hebben we over gesproken. Ja. Hoe komt het dat jij eenzaam voelt? Oké. Je hebt weinig vrienden. Ja. Omdat je een hoog niveau hebt. Ja. En eigenlijk dat ze denken dat je laag niveau bent. Ja, klopt. Dat is niet leuk om te. Nee. Maar ik heb ook niet veel vrienden. En heel veel mensen denken dat ik een hoog niveau heb juist. Ja. En misschien heb ik wel iets lager niveau. Ja. Dus er zitten wel op hetzelfde niveau. Ja, ook leuk. Nee, is ook niet leuk. Nee, klopt. Nee. En wanneer voel je het meeste eenzaam? In de avond. In de avond? Ja. En wat bedoel je dan zo in de avond dan, als je eenzaam voelt? Ik of naar buiten. Of kijk tv. Of je gaat naar buiten of je kijkt tv? Ja. En dat doe je dan alleen? Ja, meestal wel. Meestal wel? Ja. Oké. Okay. Leuk, toch wel? TV-kijken is best wel leuk, dat doe ik ook wel. Ja. En doe je ook wel eens dingen buiten, bijvoorbeeld met een hond wandelen of iets met. Ja. Hoe vind je dat dan? Leuk om te doen. Vind je het leuk om te doen? Ja. Wat heb je geprobeerd om minder eenzaam te zijn? Ik heb geprobeerd om veel leuke dingen te doen. Zoals een uitje maken of naar een film gaan. Met de buurvrouw. Ja. Even samenvatten.
Je gaat veel leuke dingen doen. Je probeert. Huh? Met bijvoorbeeld je buurvrouw. Of andere mensen. Huh? En wat nog meer? Oh ja. Gedichten maken. Oh ja, je houdt ook van gedichten maken. Huh? Dat is leuk. En, maar waarom doe je niet dingen met je andere cliënten? Omdat die lager niveau hebben. Je hebt een lager niveau. En die mogen niet alleen weg. Oh, die hebben een lager niveau, dus die mogen niet alleen weg. Nee. Ja, dat is wel jammer. Ja. En jij mag wel alleen weg. Ja. Dat is wel weer fijn. Ja. Toch? Okay. Wat doe jij om niet eenzaam te zijn? Wat doe ik om niet eenzaam te zijn? Ja. Nou, ik ga heel veel uit. Naar feestjes. Naar een band die heet Mill Street. En dan daar ga ik feestjes, zeg maar. En dan maak ik foto's van de band. Leuk. En ik ben leider bij het voetbalteam. Leuk. Maar thuis, als ik zeg maar alleen ben, ik ga heel graag naar mijn werk. Want overdag voel ik me wel eens eenzaam als ik niet hoef te werken. Kijk, mijn vader. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het ook wel jammer voor jou dat jij je niet zoveel leuke vrienden net in hetzelfde niveau als jou. Ja. Maar ik wil je bedanken voor het interview. Hello. Tot de volgende keer. Oké. Ik ga nu praten met Gerard. Hij is van DigiContact. Hoi Gerard. Hallo Gea. Maak je vaak mee dat iemand eenzaam is? Zo in mijn gesprekken bij DigiContact maak ik best wel heel vaak mee dat mensen eenzaam zijn. En die eenzaamheid die zit meestal in hunzelf, want ze krijgen bezoek. Maar de mensen vervullen niet datgene wat ze eigenlijk zoeken. En hoe komt dat? Nou, vaak is het zo dat er komen mensen en die komen dan wat helpen. Of die komen een praatje maken. Maar dat zijn niet mensen waarmee ze iets gaan ondernemen. Praten over dezelfde dingen, over een hobby of over leuke dingen in het leven. En dat missen die mensen dan vaak. En wat doe je dan als ze zeg maar zo eenzaam zijn? Als ze eenzaam zijn is het heel belangrijk om goed te luisteren naar die mensen. Want ze kunnen eenzaam zijn omdat ze in hunzelf eenzaam zijn. Ze kunnen door een handicap eenzaam zijn. En er zijn zoveel oorzaken, maar als je de oorzaak weet van hun eenzaamheid, dan zou je kunnen adviseren. Mm-hmm. Ja, maar in de coronatijd was het ook wel dat heel veel mensen eenzaam waren natuurlijk. Ja, en dat heeft echt heel veel mensen eenzaam gemaakt. Want ik had een cliënt en die was aan het linedansen. En ineens viel dat weg. Hij keek er altijd naar uit. Mm-hmm. 1 keer in de week, een paar uurtjes linedansen. En dat vond hij fantastisch. Mm-hmm. En zoals ik bijvoorbeeld aan het hockeyen was. Omdat ik ben al wat ouder. Dus eigenlijk moet ik blijven sporten. Mm-hmm. Om mee te kunnen blijven doen. Maar nu na de corona, ik kan het gewoon niet oppakken. En ik zie die mensen van mijn team zie ik bijna niet meer. Mm-hmm. Dat vind ik wel eens jammer. En zo heb ik met de voetbal. Ik ben leider bij een voetbalteam. En dan kon ik ook niet in tijdens corona. En ik had mijn werk niet. Dus dat was wel heftig, zeg maar. Ja. Ja. En jij hebt ook corona gehad? Ja, al 2 keer. Oh, 2 keer? Ja. Oeh, dame, wat is dat vervelend. Ja, heel maar dan zit je dus echt een hele week alleen, hè? En ik ben eigenlijk nooit alleen, dus dat was wel heftig, zeg maar. Ja. En hoe ging jij ermee om? Nou, niet eigenlijk. Ja, was zwaar. Af en toe bij de deur mensen, maar verder niet. Ja. En nu zie je dat bijvoorbeeld er is een festival, er is een happening. En ineens, de mensen die willen toch compenseren. Die eenzaamheid die ze hebben gevoeld in coronatijd. Daar zie je nu dat er heel veel mensen naar feesten gaan. Ja, ik ook. Ja. 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 Ja, dus herkenbaar dus. Ja, herkenbaar, ja. Okay. En heb je een tip voor iemand die eenzaam is? Ja, ik heb eigenlijk wel een tip. Vaak is het wel zo dat mensen die eenzaam zijn, die zijn zo lang eenzaam dat ze bijna niet meer durven. En ga eens vragen aan je begeleider, kun je een maatje krijgen? Zodat je daar weer leert om onder de mensen te komen. En onder de mensen komen betekent toch dat je je minder eenzaam gaat voelen. Mm-hmm. Maar maatjes zijn soms wel moeilijk te krijgen. Dat denk ik wel. Want er zijn niet heel veel maatjes en wel heel veel mensen die een maatje nodig hebben. Ja, ja. Ja, en maar goed, dus
En bijvoorbeeld, je hebt ontmoetingshuizen van Philadelphia, mm-hmm. bijvoorbeeld. Nou, ga daar ook eens naartoe. Praat eens en ga eens kijken wat er in de buurt mogelijk is. Eetsozen zijn er vaak wel, ja. In de dorpen. En toch zijn dat echt eventjes die punten van gezelligheid. Mm-hmm. En je weet nooit wat eruit komt. Dat je toch weer iemand ontmoet die, waar je gewoon gezellig mee kan zijn. Nou, heel mooi om te horen en ik wil je bedanken voor dit interview. Oké, dank je zeer. Nu zouden veel mensen vast meer in de eenzaam zijn. Nee, oké. Prima. Doeg. Doeg. Leuk dat je keek en tot de volgende keer. Tot ziens. Doeg.